Ik ben een beetje fucked up. Wij hebben diverse demonstraties in Den Haag gedaan en ook aanstaande zaterdag in Utrecht. In Utrecht, dat wordt echt gewoon, nou ja, weet je, ze zijn aan het aansturen op de veldslag. Wordt gezellig. Wordt gezellig. Wat waren die tegen? Dat kunnen wij nog niet vrijgeven, want we geven de locatie van de demonstratie pas. Iedereen mag komen. Al kom je met een fucking trekker en reizen aan stront. Graag zelfs. Alleen dan wel uitkijken dat je de goede raakt. Schrijft iemand in iets grappigs, waar ik even moet lachen. Je bent een bekende Nederlander, misschien willen ze je handtekening, maar durven ze het niet vragen. Nou ja, dat lijkt me niet. De handtekening kunnen ze zien in mijn paspoort. Heb jij je ID ook terug? Nee. Helaas niet. Gaat u alle mensen hier aanspreken om Hoogkatrijnen te verlaten? U bent bij deze niveau aangehouden. U bent eerder al gewaarschuwd. Ik ben aangehouden? Waarvoor ben ik aangehouden? Niet voldoen aan dezelfde vordering. En welke vordering?
dat hij het gebied hier moest verlaten. Dus nee hoor, dat is... Oh ja, nou dat is interessant. Tot ziens, Joeke. We zien iets heel interessants. Ik ben net bij de ingang van het station. Even een kusje. Nee, dat hoeft niet, Joeke. Ik ben net bij de ingang van het station gecontroleerd en ik mocht hier gewoon naartoe. En, je loopt gewoon mee? Waarom zou ik niet mee lopen? En nu word ik door de politie meegenomen. Kijk, die houden mij aan terwijl ik gewoon hier aan het winkelen ben. En de politie heeft me al eerder gecontroleerd en die zei dat ik hier gewoon mocht zijn. En dan moest ik het zeggen aan de collega's. Dus ja, dat is Daniel Gerrits. Nee hoor. Dat heeft u niet vandaan. Nee, dat is helemaal niet waar. Dat kunt u nazoeken. Dat is niet waar. Daar ga ik niet met u over in discussie, maar... Nee, dat hoeft het niet. Dat is niet nodig. Het is natuurlijk een beetje vreemd, hè? We gaan even hieruit. Ja hoor, ik pleeg geen weerstand hoor. Ik pleeg toch geen weerstand? Hey luidjes, wij vragen iedereen op om vreedzaam hier in Park Oog en Al te verschijnen. En alsjeblieft luister naar de leiding en zorg dat dit niet uit de hand loopt. Wij willen het vreedzaam en netjes doen en iedereen is welkom. Tot zo!
Dag mensen! Bij de BLM heb je dat de mensen er ook staan. Staat er daar een bootje achter die gelijk op de afstand lopen. Wij willen jou hier weg hebben, want jij bent een bedreiging. Nee, wij hebben net zo goed te maken met dat fucking kutpolitiegeweld als de rest van die BLM. En wij staan gewoon op. En als jullie daar omheen gaan staan, dat is leuk. Zet trek een fucking tutu aan en ga rondjes dansen als balletdansers, jongens. Echt. Bingo! En daarmee wil ik wel even één ding zeggen. Er zijn twee ongelooflijk goede agenten aanwezig op dit plein. En dat zijn mijn verbindingspersonen. Die mensen, die zijn echt toppetjes. Dus voor ons niet lastig. Wees alleen maar lief verdedigen ze. Zet de pers uit. En voor de rest, die ene staat erachter. Dus echt een ontzettend goede man. Ik ken ze al 20 jaar. En ze hebben ook ervoor gekozen om deze man, op deze demonstratie, die verboden is, toch neer te zetten. Nogmaals, ik wens iedereen een behouden demo. Als het zijn goed is, hebben we 2 uurtjes. Hij is echt sterk. Zodra die klaar is, ja? In principe als vrije burgers aan ons mogen gegeven worden. Zo niet wil ik wel iedereen vragen dat als zij hier geen toestemming op deze manier nog verder geven, dat het wel op een normale manier afkomt. Dat we ze niet een pak zaken geven. Dat wil ik wel vragen. Voor iedereen welkom en maak een leuk feestje van. Hallo, kom de ziek. Wij zijn Nederland! Wij zijn Nederland! Nog even, er is dus toestemming om tot 6:30 hier te zijn. Die ruimte is nu gegeven. En dat hij uit was op geweld. Ja, het Jaarbeursplein was dus een grote afleiding. Waar dus de boel volledig is afgezet, inclusief een grote macht aan politie, ME, etc. Hekken, politie te paard, noem maar op. En vervolgens heeft men plan B uit de kast getrokken. En was men dus de politiemacht te snel af, zo doe je dat dus. Het kan dus wel. En soms moet je het gewoon doen. Staat er daar een bootje achter die gelijk op me af kan lopen? Samen met 3 anderen, Martin, Arno en mijn hele lieve vrouw Marion. Mensen werden gearresteerd, bussen werden volgegooid en de andere groep heerlijk. Net zoals die tweede golf. Waarom ineens verwacht ik die tweede golf? Jullie zijn ook misschien mensen, jullie doen ook je werk. Maar laat ons ook gaan. Maar ik ga niet knokken met dit wat hier nu staat. Daar kies je dan zelf voor, maatje, dan zul je gearresteerd worden. Wij vragen aan de mensen om gewoon keurig netjes, helaas, sorry. Ik ben niet van het, ik ben wel van het geweld als het moet. Maar hier in Utrecht is dat geweld niet op zijn plaats.
We mogen niet blijven staan, dus daar gaan we man. Lingetje doen, doe je terecht heen. We kunnen wel gaan knokken, maar ik ga niet knokken met dit wat hier nu staat. Daar kies je dan zelf voor, maatje, dan zul je gearresteerd worden. Wij vragen aan de mensen om gewoon keurig netjes, helaas, sorry. En helaas moet ik jullie dus nu wel vragen om te gaan verspreiden. Laten we er een stiltocht van maken! Zullen we dat eens gaan doen? Mensen, verzamelen, we gaan lopen! Dus hadden we net opgepakt. Bij het plein, joh. Zonder enige reden. Ik wou het terrein op en toen werd ik weggestuurd. En later kwam een hele peloton politie. Ja, we zijn live, SGO. Goedemiddag, welkom bij deze Facebook Live van Hart van Nederland. We zijn op de Kanaalweg in Utrecht, waar een demonstratie eigenlijk is begonnen in Park in Oog en Al. De demonstranten, een groep of 100, 120 mensen, die zijn vervolgens in een stille tocht door Utrecht gaan trekken. En zojuist zei de organisator dat de ME klaar stond. Dat zien we hier ook overal. Met paarden, met bussen. En dat iedere demonstrant zijn eigen weg moest gaan en moest vertrekken. Ja, we zien hier nu een soort status quo, zo lijkt het. Waarin demonstranten nog langs de kant van de straat staan. En de ME in het midden staat opgesteld met dus paarden. Het zijn er serieus veel, ook achter de camera nog. Maar ook voor u ziet u ze staan. Daarachter ook nog een lange sliert met bussen. En aan de linkerkant ziet u op dit moment ook mensen van de ME met schild klaarstaan. Het begon allemaal met een demonstratie die was aangevraagd, maar waar geen toestemming voor is gegeven. De politie die houdt rekening met
een grote groep relschoppers die op de toch verboden demonstratie zou afkomen. Zagen we de hele middag ook al rond het station van Utrecht in het centrum. Er is een noodbevel uitgevaardigd. Mensen die mogelijk niets te zoeken hier hadden hier, die werden aangesproken. Die werden ook gecontroleerd, gefouilleerd in sommige gevallen. En uiteindelijk is die groep dus toch naar Park Oog in Oog getrokken om daar een demonstratie te organiseren. Ze zijn het beu wat betreft corona, tegen de anderhalve meter maatregel. Er werd net ook geroepen, gezongen, dat men de vrijheid terug wil. Maar de driehoek is bang dat er ook railschoppers op afkomen. Nou, je ziet dat het een serieus gespannen sfeer is in het stad inmiddels. We hebben over de middag heen ook al een aantal arrestaties gezien. Mensen die werden aangehouden en in bussen werden weggereden. Het lijkt erop dat we precies tussen de twee linies van de ME in zitten op dit moment. Een kruispunt aan de andere kant is afgesloten eveneens. Ook daar komt de ME nu deze kant op. Heel rustig, zo lijkt het. U ziet het ook, er zit ook nog gewoon verkeer dat hier toevallig reed tussen nu. En die worden er door de politie toch tussenuit gehaald nu. Daar klinkt vuurwerk in de verte. Een minuut of 10 geleden werd het eigenlijk ontbonden zoals iemand met een megafoon hier omriep. Die riep dus op om ieder zijn eigen weg te gaan. Die zei, val niet in de handen van de politie, zo was de boodschap. Dus de meneer die daar in de zwarte sweater aankomt lopen, met de portofoon in zijn hand. Die heeft communicatie met andere mensen betrokken bij het protest. Er wordt nu weggelopen. En ondertussen komt op de linkerkant van uw beeld nu de ME nog deze kant op. Net als aan de rechterkant ook lijken de rijen zich naar elkaar toe te bewegen. Ook achter de agenten met schild nog bereden politie. Bussen. En het concentreert zich nu op de kruising van de Bandoenstraat en de Kanaalstraat in Utrecht. In die Bandoenstraat wordt nu een deel van de groep min of meer gedwongen. Terwijl de ME zich weer terugtrekt. Ook aan de andere kant trekt vanzelfsprekend veel bekijks. Kijk naar live beelden vanuit Utrecht, de Facebookpagina van Hart van Nederland. Waar dus de politie heeft ingegrepen bij een tocht die is vertrokken vanuit het park Oog in Al in Utrecht. Een demonstratie die eerder verboden werd, die plaats had moeten vinden op het Jaarbeursplein. Maar de burgemeester en daarmee de driehoek vreesden dat er railschoppers op af zouden komen. Er is geen toestemming voor gekomen. En die demonstratie heeft dus toch plaatsgevonden. In het park. En ze zijn vervolgens in een stille tocht hier door de straten gaan trekken. En hier uiteindelijk op de Kanaalstraat tot een einde gekomen. Zo riep de organisatie om je te verspreiden en elkaar later mogelijk weer op te zoeken. Maar was de boodschap val niet in handen van de politie. Loop geen boetes op. En dit is de stand van zaken op dit moment. De politie staat aan twee kanten opgesteld met politiebussen en paarden.
En u ziet het regent een beetje, dus ik ga even, dat u er niet van schrikt, een klein beetje de lens droog maken, zodat u het iets beter gaat zien. Heeft u weer een helder beeld. En dan ziet u paarden die weer verder trekken de Kanaalstraat over. Lijkt hier nu weer beweging te komen van de politie. Nou, u ziet het, de politie lijkt hier weer te verdwijnen van de Kanaalstraat. Die trekken allemaal die richting uit. Als u achter de camera kijkt, die kant op, dan zie je dat de straat weer redelijk rustig is. Afgezien van natuurlijk pers en wat mensen hier ook staan te kijken. Mocht er toch weer reden zijn om terug te keren hier in Utrecht, dan melden wij hier ons in de loop van de middag of avond weer vanaf Facebook. De Facebookpagina van Hart van Nederland. En andere updates ziet u vanavond natuurlijk in onze late uitzending van Hart van Nederland op televisie SBS6 rond de klok van 10:30. Wie weet tot later en bedankt voor het kijken. Hey. We zijn in Utrecht. En we zijn niet de enige. Daar is de razende reporter. En hier is politie. Daarom. Je was er weer bij aanwezig. Ja, het bloemenmeisje. Hoe is het met jou? Ja. En met al je verhalen die over je rondgaan? Ja, ik ben ook van alles geweest. Je bent overal al geweest? Ja, nee, maar ik bedoel, ik ben ook al van alles geweest met al die verhalen. Ja, dus, precies. Dat gaat als een vuurtje van allerlei verhalen. Maar jouw foto wordt wel een foto van het jaar, hè? Ja, dankjewel. Dat is een geweldige foto. Ja, dankjewel. Maar het is natuurlijk waanzinnig dat het nu weer verboden is, hè? Ja. Dus het recht van demonstreren, zeg maar, ik begrijp niet zo goed. Is toch gelijk met het grondrecht? Ja. Goed, het is niet anders. Ja, de politie gaat charges uitvoeren. De Romeo's. Stap alweer in het busje. Ja.
Camera erop, ik vraag jullie, gaan jullie straks ook weer eten op diezelfde plek van vorige week? Misschien dat we jullie daar kunnen interviewen. Nou, dat is opgelost. Is alles een beetje verdeeld, Tinus? Ja, zo kan ik het beter dan. De Romeo's. Volgens mij is echt de politie aan het demonstreren. Dit is een optocht, dat wil je niet weten. Grandioos. De Romeo's. Wij kunnen ze niet zien. Maar we weten toch wie ze zijn. We hebben ze toch al op beeld staan. Politiestaking in Utrecht. Politie in optocht door het centrum van Utrecht heen. Staking? Ja, politie is volgens mij een staker. Mocht er nog wat gebeuren. Pardon? Wat zegt zij dan? Die sport. We gaan er maar heen. Nee, wegwezen dan.
En ook lekker. Ja, maar die hebben we dus daar kijken voor. Hij had van de dag al even de bus gedaan.